Horecaondernemers door heel Nederland zetten dinsdag 2 maart hun terrassen buiten. Zo ook in Amstelveen. Het is een ludieke actie tegen het coronabeleid, waarbij ze de tafels en stoelen buiten zetten, maar de gasten niet bedienen. Nou, wij vinden het ontzettend belangrijk dat wij weer een positie krijgen in het debat over welke versoepelingen en welke maatregelen er gehandhaafd blijven en nieuw genomen worden. Wij zijn inmiddels weer 6 maanden gesloten. Opgeteld bij de 3 maanden die we al gehad hebben, is bijna 9 maanden. En bij ons is de koek wel een beetje op dat wij de oplossing zijn door dicht te blijven. En voor ons is het belangrijk dat we zeggen, wij zijn juist een oplossing door open te gaan. Ja, met dit mooie weer is het natuurlijk geweldig om weer wat te kunnen doen. En hopen dat we snel echt officieel ook mogen bedienen op het terras. Burgemeester Tjapko Poppens heeft alle begrip voor de wens van de horeca om open te gaan. Zeker met dit mooie voorjaarsweer. Maar niet iedere horecaondernemer in Amstelveen doet aan deze actie mee. Ik zie het nut er niet van in om hier 2 uur aan de gang te gaan. Om iedereen te laten zien dat ik een goed coronaproof terras neer kan zetten. Dat weten de mensen wel. Volgens Jaap Buijs is er meer nodig dan een ludieke actie om de horeca weer overeind te krijgen. Je hoort nou echt heel veel, omdat het weer wat mooier is, dat het over de terrassen gaat. Maar neem 1 ding van mij aan, met de terrassen zijn we niet geholpen. Burgemeester Poppens benadrukt het belang om vanuit het kabinet de horeca en andere getroffen sectoren in ieder geval een perspectief te bieden. Onder welke omstandigheden en voorwaarden een stapgewijze opening wel mogelijk is. Ik zet gewoon echt het terras pas gewoon open als ik er ook echt een vol glas drinken op kan zetten.